Beste dames en heren, er is een gevaarlijke wet op komst. Een bedreiging voor onze burgerrechten en de manier waarop we omgaan met communicatie. Ze noemen het de sleepwet en de Piratenpartij is tegen. De sleepwet geeft inlichtingen en veiligheidsdiensten toestemming om massaal communicatie af te luisteren en op te slaan. Je telefoon, computer, tv, horloge, smartspeaker. Als de wet doorgaat, mogen ze wanneer één iemand ergens wordt verdacht de gehele wijk afluisteren. Onderzoek heeft aangetoond dat deze willekeurige manier van afluisteren niet effectief is tegen terrorisme. Ik ben voor gericht onderzoek. In het voorstel staat dat verzamelde data doorgestuurd kan worden naar andere landen, zonder dat dat eerst wordt geanalyseerd. Fucking slecht. In sommige landen wordt de bevolking 24/7 digitaal gecontroleerd. Deze wet is een stap in de verkeerde richting. Wanneer je eigen veiligheidsdiensten je afluisteren, ben je niet meer vrij om te zeggen wat je vindt van je eigen overheid. De sleepwet maakt tevens een DNA-databank legaal. En daarmee maken we genetisch profileren mogelijk. Zonder bewaartermijn. Die gegevens gaan nooit meer weg. Zonder goed toezicht moet deze wet van tafel. Massasurveillance op jouw apparaten, in jouw huis, is in strijd met je recht op privacy, met de vrijheid van meningsuiting, met de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, met je recht op een eerlijk proces en je recht op een gelijkwaardige behandeling. We hebben één kans om aan te geven dat wij dit niet willen in Nederland. Een stem tegen de sleepwet is een stem voor een betere wet. Op 21 maart kun je stemmen tijdens het referendum. Dus informeer jezelf, denk na en stem. Nou, welkom allemaal in het huis in Utrecht. Waar onze eerste Piratenpartij Utrecht, moet ik zeggen, debatavond over de wet inlichting en veiligheidsdiensten gaan houden. Je bent de gast bij de Piratenpartij Utrecht, vandaar dat logootje. Piratenpartij Utrecht. Deze organiseert natuurlijk door heel Nederland heen. Vrijdag zijn we in Leeuwarden, kijken we onze agenda waar we nog meer zijn. Ze noemen het de sleepwet. De voorstanders van de wet vinden dat niet zo'n leuke naam. Je ziet ook wat van die grote visnetten hangen hier bij de ingang. Om te illustreren wat we daar nou mee bedoelen, kom ik zo nog op terug. Officieel is het de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Daar gaan we vandaag over spreken met Kees Verhoef is hier, van D66. En Arjen Kamphuis, die stelt zichzelf zo meteen voor, die heeft iets van privacy. Iets open. En dan ben ik. Ik geef de kick-off hier. Eerst een stukje presentatie van wat is dit nou voor wet. En dan is daarna Kees met zijn verhaal. Dit is de agenda voor vanavond. Na de keynote van Kees Verhoeven heb je eventjes om wat een kopje koffie te halen. Kom snel terug, want we hebben muziek uit Utrecht van Piekeren. En daarna is Arjen Kamphuis aan het woord. Daarna gaan Kees en Arjen en ik hier met elkaar en met jullie in gesprek over de voors en tegens van deze wet. Dat is wat die Piratenpartij met deze avonden wil bereiken. Dialoog met jullie. We willen horen van jullie waar je mee zit. Wat je ervan vindt. En samen met jullie tot een mening komen van hoe moet het dan verder als deze wet niet goed genoeg is. Daarvoor kan je vragen stellen. En je hebt allemaal een briefje gekregen bij binnenkomst. En een pen als het goed is. En we hebben daar een doos staan. Daar kan je je vragen instoppen. Een stembox, noem je dat. En daar kan je dus meer mee doen dan alleen zeggen dat je voor of tegen bent. Alright. Dit is de presentatie over die wet. En ik ga beginnen met wat vooraf ging aan deze wet. En even flink eind terug. Want als je kijkt naar waar deze bevoegdheden voor gaan voor onze veiligheidsdiensten, dat is een andere bevoegdheid dan voor de politie bijvoorbeeld. Er zijn andere wetten voor. Hier heb je het over de inlichtingendienst en de algemene inlichtingendienst en de militaire veiligheidsdienst. En, maar veel, veel verder daarvoor had je in Nederland dingen als briefgeheim. Dat heb je nog steeds. En hoe zit dat nou met dat briefgeheim? Hey, wat je in een envelop stopt en dichtplakt, dat mag niet zomaar opengemaakt worden. Hoe vertaalt zich dat naar hoe je tegenwoordig communiceert met e-mailtjes bijvoorbeeld? En op welke manier kan daar ingekeken worden? Nou, wat is er goed aan die wet, wat is er niet goed aan en waarom vinden wij dat je tegen moet stemmen op 21 maart? Eerst over dat sleepnet. De analogie is van een visnet. En het idee is, als er nou zo'n visje, even kijken hoor, ik heb een lampje als het goed is. Als er daar nou een visje in zit waarvan je denkt, oh, er is misschien wel wat mee, dan kan je in de omgeving daarvan informatie afvangen. Bijvoorbeeld bij jou thuis in de straat, als daar iemand woont waar een verdenking op is. Dan kan je het internetverkeer wat op jouw touwtje gaat afluisteren en dan in de hoop dat je niet alleen van die persoon waar verdenking op is de informatie vindt. Ja, hoe groot dat sleepnet is, dat is niet gedefinieerd. Dus wat ze zeggen is, we houden dat klein.
En dat hoop ik dan maar. Maar ja, het kan zo groot zijn als het nodig is. Er is een soort regeltje gekomen in het regeerakkoord van het huidige kabinet. Waarin ze zeggen, we gaan dat zo beperkt mogelijk doen of zo. Dus een sleepnet moet je het eigenlijk niet noemen. Maar hoe groot het echt is, dat wordt niet genoemd. En het is geen wet of zo. Het staat in een regeerakkoord. En als de regering weg is, wat is er dan nog over van die regel? Dit staat er precies in en daar staat veel meer in met kleine lettertjes. En wat er ook in staat is dat informatieuitwisseling gedaan kan worden met partnerdiensten. Wat daarmee bedoeld wordt zijn veiligheidsdiensten van andere landen. Maar welke landen dat zijn, ik heb ze niet kunnen vinden. En by the way, als de minister vindt dat het ook buiten die partnerlanden gedeeld zou moeten worden, dan doet hij dat ook. Dus die beperkingen in de wet waaraan gerefereerd wordt, die vallen wel mee. Hier dan dat briefgeheim, het staat in onze grondwet. Je mag niet zomaar post van iemand openmaken. En je kent misschien de voorbeelden wel van wat er gebeurde in achter het IJzeren Gordijn vroeger in de jaren 80 en daarvoor. Waarin Oost-Duitsland toch brieven openmaakte en dat op een industriële schaal eigenlijk. En dan weer dichtplakte nadat ze dat gelezen hadden. En dat briefgeheim is dus misschien ook maar beperkt. Maar in Nederland mag je niet zomaar de post van iemand openmaken en lezen. Maar hoe zit dat nou met berichtjes die jij schrijft dan? Want jullie doen e-mailen en je typt berichtjes in je WhatsApp en in je Facebook en in je andere programma's. Mag daar zomaar in gekeken worden? Dan is dat briefgeheim daarop van toepassing. En wat de voorstanders van deze wet zeggen is, met al die nieuwe technologie, al die internettechnologie, moeten we ook mogelijkheden krijgen in die nieuwe communicatiemiddelen. Nou, dit is alweer een tijdje terug. In 1997 werd dit gezegd. Moet e-mail dan onder briefgeheim? Maar als jij een mailtje stuurt en je encrypt het niet, je versleutelt het niet, kan je de analogie maken met zeggen, dat is eigenlijk is een ansichtkaart. Die kan iedereen inlezen. En waarom, als dit in 97 in de krant stond, weten we nu nog steeds niet hoe dat dan werkt met e-mail versleutelen, met het dichtplakken van een envelop van een digitaal berichtje. Nou, en als je dichtplakt, want dat zie je ook in het nieuws, hè, want WhatsApp en andere online kanalen, die zeggen, wij versleutelen het tegenwoordig, wij encrypten het. Dat is dan wel zo. En dan krijg je dit soort situaties dat overheden zeggen van oké, maar die encryptie moet dan wel zo zijn dat wij er wel in kunnen kijken. En dan zit je weer met je briefgeheim. En in Nederland zeggen ze dat willen we niet. Encryptie vinden we belangrijk en je moet gewoon kunnen versleutelen. Maar als we dat dan Europees gaan regelen, waar blijf je dan met je Nederlandse voorkeur voor encryptie? En sommige landen proberen het ook te verbieden. Dit is allemaal zolang Engeland er nog in zit in ieder geval. Dit is allemaal in de Europese Unie, hè, wat hier afspeelt. Nou, dan naar die WIF. Wat daaraan vooraf ging, de vorige wet is uit 2002. En na een tijdje werd gevraagd om meer bevoegdheden. Een commissie ging daarover nadenken. En dat leidde tot internetconsultatie. Je kan meedenken over een tekst die is opgeleverd. Ik kan je op inschrijven, kan je over meedenken, zijn partijen die dat gedaan hebben. Nou, Kees Verhoeven heeft uitgebreid ook voorstellen gedaan voor verbetering. En daar wordt wel of niet wat mee gedaan. En vervolgens stemt de Eerste en Tweede Kamer erover, wordt het gepubliceerd in de Staatscourant. En dan is het een aangenomen wet. Deze wet is aangenomen. Want de oude verstond niet meer. Hier is het punt wat gemaakt wordt van waarom dan een nieuwe wet nodig was. Nou, er zijn twee commissies die hier relevant in zijn, waar je van hoort. Commissie van Toezicht en controle achteraf. Dus controle vooraf en controle achteraf. Maar de controle achteraf rapporteert aan dezelfde minister die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze wet. Je zou kunnen zeggen, als je het zwart-wit maakt, de slager keurt zijn eigen vlees. Als de toetsingscommissie achteraf zegt, dit kan echt niet, dan zeggen ze dat tegen die minister. Waarom willen we deze nieuwe bevoegdheden? Nou, het punt wat gemaakt wordt, is het punt wat wel vaker gemaakt wordt op het moment dat er aan privacy getornd wordt. Iets met terrorisme of kinderporno en zo. En is dat nou wel zo? En dat wordt dan wel, dat punt wordt gemaakt. De kans op aanslagen is groter als we niet die bevoegdheden hebben. En het punt wat je daar tegenover zou kunnen stellen is, maar hoeveel concessies wil je doen aan je recht op privacy voor die vermeende extra mogelijkheden om aanslagen te voorkomen. Overigens, ik zeg vermeende, want bij al die aanslagen van de afgelopen jaren
zag je binnen een week of een paar weken het bericht van we hadden hem eigenlijk al op het oog. We hadden hem al in het vizier. En we hebben er alleen niet voldoende op gerechercheerd of op doorgepakt. Ja, en misschien heeft hij een punt, maar wat nou als we deze wet hebben aangenomen, dat hebben we nu, en er komt een grote aanslag. Zijn we niet tegen beschermd? Wat je nu opslaat met deze wet, gaat nooit meer weg. Er wordt gezegd, er is een bewaartermijn, je mag het maar 3 jaar bewaren of meer of minder. Maar we delen die data ook met buitenland. Wat denk je nou? Gaat de Verenigde Staten op delete drukken na 3 jaar of zo, omdat wij dat vragen? En overigens, als wij onze informatie die we afvangen delen met een buitenlandse dienst, aan wie delen zij dat dan verder? Wat voor garanties zijn erop? Die zijn er niet. Alles wat je nu opslaat, gaat nooit meer weg. En als je het nu opslaat, een interessante database. Ik zal me goed beschermen dan, zeg maar. Want ik als buitenlands mogelijkheid wil daar misschien wel in kijken. Hoe veilig is die data als je hem opslaat? En de enige manier om het echt veilig te krijgen, is om het niet op te slaan. Nou, die aanslagen waar zo meteen een paar voorbeelden voor langskomen, die, ja, daar zag je achteraf van dat de dader vooraf eigenlijk al gevolgd werd of in beeld was. Je zou kunnen zeggen, we verzamelen data. En ja, we hadden hem eigenlijk al. We hadden die speelt ook wel in het beeld. Waarom ga je dan een grotere hooiberg maken? Meer data is niet meer veiligheid. Wat je zou kunnen doen is beter rechercheren en beter doorpakken. Hier heb je een paar van die aanslagen van verdachten die al in beeld waren van de diensten. En eigenlijk is dat elke keer opnieuw. Komt dat in het nieuws. AIVD hield hem in de gaten. En bij de volgende aanslag hebben wij onze data opgeslagen. Het gaat nooit meer weg. En het is niet alleen data vanaf je internettouwtje, want daar hebben we het over. Wat jij thuis intypt of hier in de zaal intypt op jouw apparaat via internetverbindingen. Wat in die wet zit, is ook een DNA-databank. Genetisch profileren, wat mogelijk werd gezegd in het filmpje. Genetische informatie van jou en van je kinderen gaat nooit meer weg. We slaan het op, er zit een database, kan gedeeld worden, gaat nooit meer weg. En misschien doen we nu niet aan genetisch profileren, maar wie zegt mij hoe we dat doen over 4 jaar of 8 jaar en hoe buitenlandse overheden dat doen. En misschien geven we die data niet eens, maar hoe veilig is het opgeslagen dan? En de enige manier om het veilig te maken is om het niet op te slaan. Nou, hier staat dat stukje tekst van het regeerakkoord nog een keertje. En daarin staat van ja, we doen alleen maar uitwisselen met partnerdiensten. Behalve als de minister het goed vindt naar niet-partnerdiensten. Wie zijn dat dan? Waar staat dat? Met welke overheden delen wij die informatie? En welke garanties heb je dat die informatie niet meer weggaat? Nou, hij gaat nooit meer weg. Eén keer opgeslagen gaat die data nooit meer weg. Hier heb je een voorbeeld van zo'n bevriende dienst, denk ik dan maar, de Verenigde Staten. Die, ja, je kent die afkortingen misschien niet, maar zo ingewikkeld is het niet. CENTCOM, Central Command, PACOM, Pacific Command. Iets met Pentagon, iets met militair, zeg maar. Nou, die zullen de beveiliging wel goed op orde hebben. En ook de backupjes. En dat was ook zo. Bestand CENTCOM backup in Amazon Web Services. Ja, wordt een beetje technisch allemaal. Maar wat hier eigenlijk staat is, er stond een backupje in een clouddienst. En dat was niet zo goed versleuteld. Kleinigheidje hou je altijd. Dus hoe veilig is je data op het moment dat je deelt met deze diensten? En by the way, onze diensten zullen, daar werken ook gewoon mensen. Dus waar mensen werken, worden fouten gemaakt. En de enige manier om fouten te voorkomen is om die data niet op te slaan. Hier is een voorbeeld van een andere database die wel optuigen zijn in Nederland. En een onderzoeksmanier die we aan de Belastingdienst geven. Siri. En nou ja, als je dan gaat zoeken, mensen noemen het googlen. Ik zou liever zeggen als je DuckDuckGo of Startpage gebruikt of zo, maar het idee is hetzelfde. Als je gaat zoeken naar hoe gaat de Belastingdienst dan om met die informatie en met Siri, dan zie je ook dat dat niet goed gaat. Dat daar fouten gemaakt worden. Ook daar werken mensen. En de beste manier om die fouten te voorkomen is om die data niet op die manier te koppelen en op te slaan. Ook dit stond gewoon in de krant. En wat gaat er nu in de krant? Gisteren, 6 maart 2018, we geven de FIOD dezelfde permissies eigenlijk om dit soort recherche te doen. De Piratenpartij stelt dat we op een verkeerd pad zijn hiermee. Dus dat is er mis met die WIF. Niet meer data, maar gericht rechercheren. En ja, die daders waren al in beeld. Dus meer data verzamelen, daar wordt het niet veiliger van. We hadden ze eigenlijk al. We doen ook concessies aan bijvoorbeeld het medisch beroepsgeheim. Op het moment dat je alle data van iedereen kan verzamelen
En het is niet dat heel Nederland wordt afgetapt. Het wordt gedaan in jouw straat, of in jouw dorp, of in jouw stad. Maar er zit geen grens aan. En dan is het ook de data die tussen jou... Ik moet naar de camera toe lopen, dankjewel Maarten. Die tussen jou en je arts gedeeld wordt. En medisch beroepsgeheim is hiermee dus eigenlijk geschonden. Als je daar meer van wil weten, komende vrijdag doen we nog zo'n presentatie. Leontien gaat hier veel verder op in. En ook dat komt online, dus dan kan je daar verder van kijken. En mensen hier in de zaal, daar zitten ze, dus dan kan je daarmee verder praten. DNA-databank, op het moment dat je genetische informatie van mensen opslaat, het gaat nooit meer weg. En misschien doen we er nu niet vervelende dingen mee, maar wat doen we over 4 of 8 of whatever, hoeveel jaar. Weet je, het zijn ook jouw kinderen waar die informatie van verzameld wordt. Oh ja, en overigens, ze mogen ook bestaande DNA-databanken uitlezen. Dus nou ja, noem maar eens iets. We verzamelen DNA-gegevens van verdachten. We doen hielprikken. Dus overal waar genetische informatie verzameld wordt, dat is ook toegankelijk voor de veiligheidsdiensten. Ander ding waar een punt van gemaakt wordt, is als jij een journalist bent en iemand komt met een stukje informatie naar jou toe en een misstand, noem de bouwfraude of zo. Ja, dan de veiligheidsdiensten zien dat ook. Nou zullen ze met zo'n bouwfraudevoorbeeld misschien niet hele spannende dingen doen. Maar wat nou als jij een misstand te melden hebt van je eigen overheid of van zo'n bevriende overheid? Kan je dan dat gesprek met die journalist nog veilig voeren? En jullie zijn allemaal journalisten, want wij zijn samen als burgers in Nederland de mensen die de Tweede Kamer weer controleren. En op het moment dat je niet meer vrij met elkaar kan communiceren over internet, op het moment dat je daarin afgeluisterd weet, kan je dus ook niet meer vrij je eigen overheid controleren. We zijn allemaal journalisten, zou ik maar zeggen. Grapje van Loesje. Dus, samenvattend, je weet niet in welke landen het wordt opgeslagen. Het is niet alleen in Nederland, het wordt gedeeld met buitenland. Dus, ja, staat het eigenlijk overal. En je weet niet welke conclusie eruit getrokken worden. Je zou het voorbeeld kunnen maken, straks zij op Schiphol, met je paspoort. En je wil vliegen naar Amerika. En die douanebeambte die zegt, ja, maar rode lampje brandt. Je mag niet in dat vliegtuig. En dan zeg je, waarom dan niet? Ja, weet ik veel, rode lampje brandt. En je komt ook niet meer uit die database. Je weet niet welke conclusies getrokken worden door welk bewind in welk land. En een paar jaar geleden was Turkije misschien een prima land om te zijn en te praten met mensen van de Korsan-partij, wat daar de Piratenpartij is. Nou, als je het nu doet, dan is dat een stukje minder makkelijk. En hoe zit dat straks in die Verenigde Staten of andere bevriende landen? Dat weet je niet, maar je data ligt er wel. Nou, daar is het referendum voor uitgeschreven. Gaan we allemaal over stemmen, als we willen tenminste. 21 maart, er worden ook rechtszaken voorbereid. En er zijn al rechtszaken gevoerd. En het laatste puntje hier is opleidingen. Dat is wat we hier doen, dat is wat we doen met deze sessie. Hier heb je dan de referendum. Misschien wel het laatste referendum van Nederland. Laatste raadgevend referendum van Nederland. Je hebt misschien meegekregen dat in voorbereiding is om die referendumwet af te schaffen. Dit referendum is er nog. En mensen zeggen, is dit wel het juiste middel? Nou, nee. Ik heb liever dat die Tweede Kamer gaat praten met de bevolking en kijken van wat voor bevoegdheden vinden we dan wel goed. En dan samen met elkaar een goede wet uitwerken. Kennelijk is dat hier op zo'n manier gedaan dat genoeg handtekeningen zijn verzameld en dat genoeg mensen de zorg uitspreken. En niet de minste instanties ook, hè? Niet alleen de Piratenpartij, maar bijvoorbeeld Amnesty International die hier een punt voor maakt en een campagne opvoert. Nou, dat referendum wordt vervelend gevonden. Je zou kunnen zeggen het wordt gezien als belletje trekken. De Piratenpartij ziet dat wat anders. Ziet het als een noodrem. Een referendum is geen mooi instrument. Ik heb liever dat je zometeen op een briefje schrijft wat jouw vraag is aan Kees of Arjen of aan mij. En dat we daar een gesprek met elkaar over hebben. Maar als je dat allemaal niet hebt gedaan of niet goed hebt gedaan, dan is het wel mooi dat er een noodrem is. Als jij straks in die trein naar huis gaat en er is een groot probleem, dan vind ik mooi dat die noodrem erin zit. 1 ding erger dan die noodrem, waar je allemaal blauwe plekken van krijgt, is geen noodrem. Daar krijg je zulke grapjes van. Oké. Dus er zijn rechtszaken in voorbereiding, er worden rechtszaken gevoerd, ook in het buitenland. Dit is niet niks, het is ook niet alleen in Nederland waar dit zich speelt. Maar goed, we hebben hier nu wel een punt te maken. En het punt van 21 maart, en misschien is dat wel de essentie van dit verhaaltje, en dan is het woord voor Kees. Het punt is, wat je nu opslaat, gaat nooit meer weg. Dus, dat is de kick-off van de Piratenpartij. Piratenpartij Utrecht moet ik zeggen, daar ben je te gast, hier vandaag. Vrijdag zijn we in Leeuwarden, Amsterdam doet het ook, Enschede doet het. Kijk naar onze agenda waar we allemaal zijn. Dit was ik. En de Piratenpartij is tegen.
Dit was, nou weet ik niet of je er echt was, Kees, maar dit is mijn inleiding naar Kees Verhoeven, de volgende spreker. Wat ik op internet vond, was je gisteren te gast bij Cisco, klopt dat? Ja, dat is leuk. Cisco is een leverancier van switches, een van de marktleiders in internetconnectiviteit. En die had een Cybersecurity College serie. Nou ja, het is cool dat dat er is, toch? Het onderwerp klinkt stoer. Cybersecurity College series. En Kees Verhoeven is niet de minste spreker. Ook superleuk dat je hier bent. Ik geef zo de microfoon aan jou. Wat ik een beetje jammer vond van deze shite sheet, en dat zie ik dan meteen als eerste. Heb je vragen, neem contact op met Facebook, via Facebook. En dan denk ik, oké, Cybersecurity College series van Cisco. Dat is echt wereld een van de marktleiders van netwerkapparatuur. Wil je met ons praten? Ga naar Facebook. Ik ben benieuwd of Kees er iets over te zeggen heeft. Dus Kees Verhoeven, geef hem een applaus. Dankjewel, Rico. Ja, gisteren bij Cisco was ook een groot succes. Eerst werkte alle apparatuur niet, maar uiteindelijk heb ik daar inderdaad een college gegeven voor een uitzinnige menigte van kijkers. En ik zal ze inderdaad aanspreken op het feit dat ze dat niet allemaal via Facebook moeten doen. Want ik ben het eens met iedereen die zegt dat Facebook niet de poort naar het internet moet zijn. En dat we op allerlei verschillende manieren contact moeten kunnen hebben met organisaties. En dat niet altijd maar via Facebook moet. Heel veel dank voor de uitnodiging.